Ik was extreem uitgeput. Ik had nergens meer energie voor. Mijn lichaam was altijd koud, kon zichzelf niet opwarmen. Terwijl ik eigenlijk zo gezond probeer te leven en heel sportief ben, ging het toch fout en ik wist niet waar het vandaan kwam. Mijn naam is Naomi, ik heb de ziekte van Hashimoto. Op het begin was ik zo boos dat ik deze ziekte heb. En ik heb daarna zoveel informatie proberen te vinden om te kijken wat ik er nog aan kon doen. Toch ging ik steeds de grens op zoek. Ik wilde hard sporten, hard doorwerken, gewoon normaal leven, gezond. Ik vond het heel moeilijk om grenzen te stellen. Als vriendinnen zeiden, kom, we gaan lekker stappen in Breda. Dan had ik eigenlijk, was ik uitgeput, maar ik ging wel mee, maar zat ik helemaal zo in de auto. Ik was eigenlijk gewoon helemaal op. Toch werd ik steeds teruggefloten. Ik kon gewoon niet alles. Ik heb echt moeten leren om nee te zeggen en ook moeten accepteren dat dat niet erg is. Om nee te zeggen. Nou, het is vooral gewoon heel belangrijk om te luisteren naar je eigen lichaam. Wat geeft mijn lichaam aan? Mijn omgeving was heel lief en zorgzaam voor mij. Maar wel was het ook een uitdaging omdat ik me heel erg verzette tegen wat ik heb. Omdat je aan de buitenkant niet kan zien dat ik ziek ben, is het voor collega's en omgeving soms lastig te begrijpen hoe moeilijk dit voor mij is. In het begin wilde ik er eigenlijk niet over praten. Ik kende ook geen lotgenoten. Na de acceptatie ging ik grenzen stellen. Ik ging minder werken, minder sporten en meer rust inbouwen. Ik vind het nu wel heel belangrijk om er open over te zijn, want ik merk dat mensen het hierdoor veel beter snappen. Toch neem ik soms nog te veel hooi op mijn vork. Zo moest ik stoppen met mijn werk, weer opnieuw opladen en nu werk ik ergens waar ik het beter aan kan. Op de middelbare school vond ik schrijven altijd al heel erg leuk. Toen ik op Facebook een oproep zag van SOM om voor hun tijdschrift een column te schrijven, heb ik erop gereageerd, want het leek me wel heel interessant dat ik voor jongeren kan schrijven over mijn belevingen met Hashimoto. Nu ben ik de columniste van het magazine Schild.